Ik ben nu een jaar vader. Dat is een fantastische ervaring. En tegelijkertijd heb ik soms geen idee waar ik mee bezig ben. Ik ben zo benieuwd hoe andere mannen dat doen. Vader zijn. Ik weet ook nog dat ik een theorie had dat ik mijn zaad moest aanmoedigen. Dus ik heb op een gegeven moment na de seks tussen de benen van Puk geschreeuwd. Kom op jongens, jullie kennen het. Jullie kennen het. Het was een vreselijke idee. Maar daarover, hè, dat je, hoe was het bij jullie met seks tijdens de zwangerschap? Of? Ten eerste vind ik het niet heel opwindend, zwangere vrouwen. Wel mijn vriendin natuurlijk. Ik had toch een zorg dat er wat fout zou gaan of dat ik iets fout zou doen. Of weet je wel, die buik, het kind erbij. Weet je, dat ook wel, vond ik ook wel gek. Het moeilijkste eraan vond ik om te zien hoeveel pijn Puk had. Wat zag je dan? Nou, je ziet van au, dit is echte pijn. Maar dat werd gevolgd door een geluk, een plons. En toen zag ik een heel klein Eskimootje eruit komen. En toen, kun je dat gevoel nog beschrijven? Ja, het was vooral, ik beschrijf ik vind het het hele proces is een, wat gaat het worden? Ze wordt zwanger, hoe gaat dit kindje eruit zien? Of hoe ziet het er nu uit? Je vraagt je de hele tijd dingen af, hoe ziet het er nu uit? En nu is het, weet je wel, wat hebben we gemaakt? En had je toen ook nog zorgen dat je, ik had bijvoorbeeld toen ze er echt net uitkwam, de navelstreng zat er nog aan, vond ik haar ledematen zo lang. Dat ik dacht, oh, klopt dat wel? Zijn er wel 10 vingers? Zijn het er niet 13? Ja. Of zijn die beentjes niet veel te lang? Of, weet je, dat soort. Je had niet wat, waarom heeft ze een pruik op? Ja. Nou, dat was echt een heel mooi moment. Want op een gegeven moment zat die verloskundige echt zo naar binnen te kijken. En die zegt, ja daar komt ze. Oh, ze heeft heel veel haar. Ja. En Romy en ik raakten allebei gewoon ontroerd. We moesten gewoon huilen van dat we ineens dachten, er zit gewoon echt een mensje daar binnen. Met kennelijk haar. Ja. En dus dat was voor ons een heel wezenlijk moment ineens van, er komt echt gewoon iemand aan, een babytje. Dat vond ik, ja. Dus ik had weinig zorgen en ik was eigenlijk alleen maar heel blij dat ik zag hoe ze eruit zag. En dat, daarna ging het met Puk niet zo goed, want haar moederkoek kwam er niet uit. Dus toen ging het, toen werd zij, dat moest eruit gaan onder narcose. En toen kreeg ik Teddy op me. Ik begon te neurien of zo, want dat was. Ik dacht, ik moet als eerste, wat ik ook bij mijn moeder, weet je wat wij vaak. Dus ik begon dat te doen en toen zei die zuster van, wauw, het is goed dat je dat doet. En toen voelde ik me al helemaal super dead. Toen was ik helemaal niet meer bezig met Puk. Lachen. Oké, I'm doing this. Yeah, I'm doing this. I am doing this. De foto van mij en Teddy werd gemaakt op Bacchus, op het wijnfestival. En ik dacht, ik ken die foto wel. Ja, dat was het meer, ja. Dus toen heb ik ze bij elkaar gezet en een filter eroverheen gegooid. En dat was echt unbelievable. En zo mooi. En ook zo. Ja, wat maakt dat zo mooi, dat die wortels zo doorlopen? Het is gewoon, ja, die band. Ik denk dat die band is waarom wij op aarde zijn. Ik bedoel, dat is toch wat de natuur is. Als Bobby wakker wordt 's nachts, dan ben ik altijd de eerste die opstaat. Ja. Maar als het echt paniek wordt, ja, dan komt toch Romy en dan komt de borstvoeding erbij en dan gaat het pas goed. Ja, ik denk ook dat te maken heeft met dat een heel groot. Ik heb een tijdje borstvoeding geprobeerd bij Teddy en dat nam ze gewoon niet aan. Dus dat is, weet je wel. Zou je het willen trouwens, dat je het kon, borstvoeding geven? Nee, daar ben ik nooit jaloers op geweest. Nee? Nee, ook omdat. Ook intiem moment, direct. Maar dat intiem moment had ik zonder dat er iemand met de kleine tandvleesjes op mijn tepel zat te bijten. Wanneer dan? Ik had dat gewoon, ik deed er in de draagdoek en dan ging ik erin slaap lopen. En dat vond ik de mooiste momenten die er waren. 'S Nachts? Ja man, echt alles stil, donker, kamerdonker. En dan dat wezentje hier, levend wezentje, wat hier past. Een beetje knorrend, snurkend. En dan gewoon tijd om na te denken. Ik,
Ik zong altijd Kleine Café in de Haven. Daar ging ze goed, heel goed op. Dat is een tip. Kleine Café in de Haven, neurieën. Voor beginnende vaders. Out like a light. En over het vader zijn zelf, hè? Dan heb je ineens nog weer een kind, nog dichterbij. Heb jij ooit zorgen gemaakt of je er wel goed in zou zijn? Elke dag. Ja? Ja, tuurlijk. En wat dan ongeveer? Nou ja, kijk, ik heb nu een puber. Als ze niet mag blijven spelen, als we naar huis moeten, weet je wel, en dan moet ik zeggen van, ja, maar ik mag niet blijven. En dan zegt ze een kwartier lang niks naast me in de auto. En dan denk ik, gaat ze aan de heroïne laten? Wordt ze prostituee, omdat ik dit heb gedaan nu? Ik ben er altijd voor jou. Ik denk dat ik dat wil meegeven. En dat ik hoop dat ik dat ook altijd kan zijn. En jij, wat wil jij? Wat wil jij? Nou, ik weet het niet zo goed. De openheid in ieder geval. Dat je zonder oordeel naar de wereld kijkt. Maar dat vind ik dus het moeilijk, omdat een baby is natuurlijk daar helemaal niet mee bezig. Dus op dit moment is er gewoon niet zoveel. Nee. Behalve dat ik het fijn vind om zeker te weten dat ze opgroeit in een omgeving van liefde. Maar kijk, omgeving van aandacht. Andere ouders en hoe andere mensen, jouw ouders het gedaan. Dat vraagt me wel heel veel af. En als ik naar mijn ouders kijk, dan is het vooral dat. Van, het treedt gewoon altijd zonder oordeel anderen tegemoet. Iedereen, kumbaya my lord. Ja. Weet je, dat hebben mijn ouders goed gedaan. We gaan die luier doen. Ja, ik haal altijd wat doekjes eruit. Want dan heb je dat al liggen. Tijd loopt, hè? Oeh, lekker. Jezus. Ik had meer doekjes moeten halen. Hey. Stop de tijd. Thank you.